En eigenlijk moet meritocratie dus daarover gaan. Hè? Het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat niet alleen maar er andere stijgingskanalen zijn, maar dat ook de dominantie van kapitaal, van politieke macht, van financiële macht, dat die doorbroken wordt. Welkom allemaal. Welkom bij Paradigma, Marco Jung en de meritocratie. Mijn naam is Rogaya Sek, ik ben programmamaker hier in de Bali. En ik heb deze avond samen georganiseerd met de Groene Amsterdammer en uitgeverij Atheneum. En het is naar aanleiding van een reeks die ze maken, de Paradigma-reeks, waarbij ze boeken uit de vorige eeuw, non-fictieboeken, opnieuw uitgeven of zelfs soms voor het eerst vertalen. Boeken waarvan zij het gevoel hebben, daar moeten we met het oog op de huidige tijd weer eens erbij pakken en het licht op schijnen. We hebben het zo al over Orientalisme gehad van Edward Said en over De Zee van Rachel Carson. En vandaag gaan we het hebben over de opkomst van de meritocratie van Marco Jung. Dat boek dat heeft hij geschreven in 1958 en dat speelt zich af van 1857 tot 2034. Dus ja, we kunnen kijken van, klopt het wat hij voorspeld heeft? En hij heeft met dat boek heeft hij de term meritocratie gemunt. En eigenlijk is die term bekender geworden dan hij zelf en misschien ook wel dan zijn boek. Dat is dat weet ik niet zeker, maar ik heb het gevoel van wel. We gaan het er over hebben met Ewald Engelen, die het voorwoord heeft geschreven van het boek. En dan gedurende de avond zullen er verschillende mensen aanschuiven. Allereerst Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, journalist en schrijver. Met hem gaan we het hebben over, klopt dat, is er nou, leven we daadwerkelijk nu in een meritocratie of niet? Daarna gaan we het met Aleid Truijens, columnist en auteur, die heel veel schrijft over kansongelijkheid in het onderwijs. Hebben dus over het onderwijs en de kansongelijkheid. Is het onderwijs de gelijkmaker? Nou, het antwoord is nee, ben ik bang. En daarna zullen we het... Sorry, spoiler. Dan gaan we verder met Jurjen Hamer, filosoof, jurist en onderzoeker. En hij, met hem gaan we het hebben over, moeten we überhaupt streven naar een meritocratie? Dat is het. En dan is er steeds ook ruimte voor jullie om 1 à 2 vragen te stellen tussen die blokjes. Dus dan weet je alvast wat er gaat komen, dat je dan niet over het laatste blokje meteen een vraag stelt. Als je in ieder geval net een beetje hebt opgelet. Als eerste een hartelijk applaus voor Ewald Engelen. Dan beginnen we gewoon mee. Wat een genot na 2,5 jaar lockdown. Ja, toch? Moet ik zeggen. Ja, absoluut. Ja. Oh ja, eigenlijk had ik je eerst moeten voorstellen voordat ik begon met hartelijk applaus. Hoogleraar financiële geografie aan de UvA, essayist, schrijver van boeken waaronder Het is klasse, suffie, niet identiteit en ontwaak. Kom uit uw neoliberale sluimer. Ja. Dus veel boeken over klassen. Jazeker, ja. En dus ook zeer geïnteresseerd in het werk van Michael Young. Ja. En de mate waarin onderwijs dus inderdaad een belangrijke rol kan fungeren bij het faciliteren van sociale mobiliteit, of niet? Ja, oké, dat houd ik me dan nog eventjes in de lucht hangen. Jazeker. Wanneer heb je het boek voor het eerst gelezen? Ik heb een tijdje gewerkt als stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag. Op zichzelf ook een fantastische etnografische ervaring om rond te lopen te midden van allerlei ambtenaren en politici en hoe ze zich kleden, hoe ze zich gedragen. Ik werkte daarbij een projectgroep die zich moest bezighouden met de publieke dienstverlening. En dat ging zowel over onderwijs, gezondheidszorg als alle andere vormen van publieke dienstverlening. En ik had op de een of andere manier onderwijs in mijn mik geschoven gekregen. En ik heb me toch op de een of andere manier ten eerste gestort op de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De doelstellingen erachter en de prestaties van het Nederlandse onderwijs. En me erg verbaasd over het feit dat aan de ene kant er dus een ideologie van meritocratie was. En tegelijkertijd dat bestel op de een of andere manier functioneerde als toch de grote reproducent, om dat zomaar te noemen, van bestaande sociaal-economische ongelijkheden. Daar heb ik dus ook in dat uiteindelijke rapport over geschreven. En in die context heb ik dit boek voor het eerst gelezen. Ja.
Wat een wonderlijk boek is, en dat zult u als u dat gaat lezen of gelezen heeft waarschijnlijk ook wel met mij eens zijn, omdat het... Ten eerste is het fictie. Het is een klassieke dystopie à la 1984. Het is allemaal bij elkaar verzonnen, maar op een briljante wijze bij elkaar verzonnen. Waardoor je dus inderdaad het idee hebt dat je een soort... ja, een rapport van een parlementaire enquêtecommissie anno 2034 aan het lezen bent. Die gaat over het grote falen van de ambitie om van het Verenigd Koninkrijk een meritocratie te maken. En dat doet hij absoluut briljant. Ja, wat zijn dan dingen die hij zoal bij elkaar verzint? Nou ja, hij verzint academische opstellen van collega's. Hij verzint collega's. Hij verzint journalistieke reportages. Hij verzint parlementaire rapporten. Hij verzint rapporten van NGO's. En hij verzint memories van toelichting. Alles is van A tot Z verzonnen. Maar tegelijkertijd zeer overtuigend in de zin van... ja, nou ja, goed, zo zou inderdaad een rapport van een commissie Dijsselbloem 2.0... anno 2034 eruit kunnen zien. Ja, en voordat we ingaan op wat erin staat, wie was Michael Young? Michael Young was een gepromoveerd socioloog die werkzaam was geweest in de Tweede Wereldoorlog in de economische planningscommissie van de Britse regering. En je moet je dus inderdaad zo voorstellen dat alles wat wij overlaten aan markten, of waarvan wij denken dat we het overlaten aan markten, werd even tussen haakjes geplaatst voor een periode van 5 jaar... om ervoor te zorgen dat alles wat er aan collectieve hulpbronnen, arbeid, grondstoffen, kapitaal, kennis, wat er beschikbaar was, dat het vooral ten dienste stond aan het toch produceren van voldoende defensiemateriaal waarmee de Britse troepen in Noord-Afrika en op andere plekken van de wereld aan de slag konden. En tegelijkertijd ook voldoende goederen geproduceerd werden voor het thuisfront die defensiefabrieken bemensten om ervoor te zorgen dat de troepen ook dat... Nou, dat was allemaal planning. En die planning, daar was iemand als John Maynard Keynes, een groot econoom, die was ook zeer prominent aanwezig in het doen van die planning. En er werd heel erg gekeken naar hoe ze dat in de Verenigde Staten aan het doen waren. En daar hoorde dus ook sociologisch gezien bij, ja, dat je op de een of andere manier er naar streefde dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkwamen. Nou, dan moet je weten wat voor capaciteiten, wat voor competenties mensen hebben. Ja, dan moet je ze een psychologische test laten ondergaan. En op basis van de uitkomsten van die tests kan je ze dan vervolgens allokeren. Of eigenlijk, moet ik zeggen, distribueren over die verschillende posities. Dus er zat heel erg in eerste instantie planning voor democracy. In de zin van, nou, de democratieën moesten de strijd met het fascisme winnen. Mm-hmm. En na de Tweede Wereldoorlog, planning for freedom. En dat was eigenlijk de teneur. En in die teneur schreef Michael Young deze dystopie. Hij deed dat in opdracht. En dan nou moet ik een beetje gaan grasduinen in mijn geheugen. In ieder geval in opdracht van een organisatie die gelieerd was aan de Labour Party. Ja. Een denktank van de Labour Party. Een denktank van de Labour Party. Volgens mij fungeerde het deels ook als zijn dissertatie. En hij heeft heel veel moeite gehad om dat eindproduct ook daadwerkelijk gepubliceerd te krijgen. En dat had heel veel te maken met het feit dat hij aan de ene kant... Hij gebruikte al die inzichten die hij gedurende de oorlogperiode opgedaan had over psychometrie, intelligentietests, het planmatig van bovenaf allokeren of distribueren van mensen over posities. En hij maakte er een soort reductio ad absurdum van. En dat was natuurlijk niet wat men in het midden van de jaren 50 wilde horen. Men wilde juist horen hoe men dat verder kon ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we inderdaad een betere wereld na de Tweede Wereldoorlog zouden kunnen creëren, waarin de gevaren van het fascisme, die veroorzaakt waren door doorgeschoten marktwerking in het interbellum, dat we die binnen de perken konden houden. Dus er was een grote nadruk op planning. En eigenlijk, ja, laat hij dus in een soort
weer een radicalisering, een absurdistische radicalisering, laat hij zien wat de gevaren daarvan zijn. Ja, en hij zei op een gegeven moment in 1994, volgens mij werd het boek opnieuw uitgegeven. Ja. Toen zei hij in een voorwoord wat hij toen bijschreef dat veel mensen zijn opgenomen boek, in het boek. Ja, dat veel mensen zijn boek niet hebben gelezen hadden en waarschijnlijk nog minder het begrepen hadden. Ja. En wat bedoelde hij zelf met meritocratie? Ja, kijk, dat begrip meritocratie heeft een wonderlijke ideeëngeschiedenis gehad. Want als je dus inderdaad teruggaat naar de man en het boek waarin het voor het eerst gepresenteerd werd, 1954, de opkomst van meritocratie, The Rise of Meritocracy. Het is duidelijk dat de auteur vooral de schaduwkanten ervan belicht. En het eigenlijk vooral ziet als een zeer schadelijke ontwikkeling. Als we op de een of andere manier mensen gaan allokeren op basis van IQ plus effort. Dat is de beroemde vergelijking die in dat boek gepresenteerd wordt. Merit is, en dat is natuurlijk de equivalentie, merit is, verdienste is, IQ, intelligentie, plus inspanning. Nou, IQ plus inspanning, dat heeft natuurlijk een hele duidelijke genetische, DNA-gebaseerde component. En hij schetst in dat boek dat na 60 jaar eigenlijk geprobeerd om alle, om dat zomaar te noemen, eerdere op basis van erfrecht gebaseerde hiërarchieën, aristocratie, de rijken, de plutocraten, dat hebben we willen doorbreken via de implementatie van de meritocratie, mondt na die lange periode uit in iets wat zelf erfelijk is en wat dus gewoon een kastensamenleving is, met harde, ondoordringbare schotten tussen de onverdienstelijke aan de ene kant en de verdienstelijke aan de andere kant. Dus dat woord meritocratie heeft een hele negatieve connotatie in dat boek. En in 94, en ik bedoel, als jullie kijken naar de Nederlandse publieke debatten van de laatste 20 jaar, zullen jullie dat gewoon herkennen. Het is gewoon een positief begrip geworden. Het hele Godvergeten bestaan van D66 is gebaseerd op de wens om een meritocratie te creëren. En GroenLinks hobbelt daar eigenlijk achteraan. Hoe zie je dat terug dan? En hij verbaast zich over hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat datgene wat hij gepresenteerd heeft als een nachtmerrie, hoe dat de droom is geworden van progressieve politici. En hoe zie je dat terug? Nou, we zijn, en daar kan Aleid van alles over vertellen. We hebben natuurlijk een discours waarin het onderwijs vooral bedoeld is om sociale mobiliteit te creëren. We willen de talenten onder de recente generaties migranten, die willen we zoveel mogelijk tot ontwikkeling brengen, zodat die ook onderdeel kunnen worden van de elite. Ja, het is meritocratie all over the place. En daar hoort natuurlijk ook bij in het neoliberale tijdsgewricht waarin we nu leven, dat diegenen die dus succesvol zijn en die er dus in geslaagd zijn om die merit niet alleen maar cognitieve merit te laten zijn, maar dat ook te verzilveren op de markt, ja, dat die ook gewoon zeggenschap moeten houden over hun eigen pecuniaire verdiensten. En dat pecuniaire dus het wegbelasten van dat geld, ja, dat geeft geen pas. Het is van mij! Oké, we hebben de energie er goed in. Dus ik wilde ook even naar de zaal gaan voordat ik Joost de Vries erbij vraag. Ik heb wat vragen bedacht om aan jullie te stellen. En ik dacht dat het zou leuk zijn als iedereen opstaat en dat we dan gaan zitten op het moment dat het niet voor je geld als je nee antwoordt op de vraag. Dus ik wilde graag beginnen met de eerste vraag en dan kunnen we oefenen. Dat iedereen dus even gaat staan. Jijzelf ook? Ja, want dat praat wel makkelijk. Anders ben ik zo onderdanig. Okay. Ik heb nu deze microfoon als die aan kan. En de eerste vraag is, ik vind dat ik mijn positie in mijn carrière heb verdiend. Dus ik vind dat ik mijn positie in mijn carrière heb verdiend. En eerlijk zijn, hè? Oké. Ja, dan gaan we eventjes naar één iemand toe. En nu niet heel snel gaan zitten. Ja. En waarom vind je dat je het verdiend hebt? Ja,
ik heb er gewoon hard voor gewerkt. En ook wel veel struggles gehad en gekend in mijn leven. Wat is dan bijvoorbeeld iets wat je hebt gedaan waarvan je denkt van, daar ben ik trots op en dat heeft nu geleid tot waar ik nu ben? Jeetje. Mag ik nog gaan zitten? Ja, ik weet het niet. Ik ga zitten. Oké, volgens mij vond je het nog steeds wel. Ga ik naar jou. Nou ja, het is een beetje een basale vraag. Het zit veel meer in het midden. Maar inderdaad, het komt op hetzelfde neer. Dat je er hard voor gewerkt hebt. Dat je door bent gegaan waar anderen zijn gestopt. Maar heel veel komt ook door de privileges die je hebt natuurlijk. Dus het zit ergens in het midden. En wat was, ja, nog een keertje dezelfde vraag. Van wat was een moment waarvan je dacht van, nu heb ik, dat is iets wat ik heb gedaan. Waar ik echt heel hard heb gewerkt voor waar ik nu ben. Nou, dat is specifiek bij mij dan in mijn carrière, waar ik een wat mindere fase heb gekend. En toen toch ben doorgegaan, waar anderen misschien gestopt zijn. Ja. Misschien nog één iemand hier die nog steeds staat. Want waarschijnlijk zijn er achter mij ook best wel veel mensen gaan zitten die eigenlijk stonden. Wat heb je gedaan in je carrière waarvan je dacht van, dat maakt dat ik nu op deze plek sta? Dat heb ik zelf gedaan. Ik denk een beetje hetzelfde in diezelfde lijn. Ik heb ook 3 jaar lang na een zware hersenschudding moeten revalideren. Waar je soms ook geen perspectief hebt op herstel. Of in ieder geval het niveau waar je ooit was. Dat is dan misschien inderdaad wel genetisch ontstaan. En ik denk dat dan wel het gevoel ontstaat van, ja, ik heb wel gewoon teruggeknokt. En dat heb ik dan verdiend. Ja. Oké, eventjes. Was er iemand die vanaf het allerbegin al zat? Ja? Waarom vindt u dat u het niet zelf heeft verdiend? Ik denk dat ik het niet goed begrepen heb, want ik ben gaan zitten omdat ik dacht van, ik heb het verdiend. En ik kom uit een milieu dat, ik was de eerste die naar de HBS mocht en naar de universiteit. Dus dat was zeer bijzonder. En ik heb doorgeworsteld. Ik heb 9 jaar op de universiteit doorgebracht en toen ben ik op 3de graadsniveau ben ik begonnen met werken. En ik praat niet over carrière, ik heb een loopbaan gehad. Kan ook, dat bedoelde ik eigenlijk een beetje hetzelfde, maar misschien dat ik dat dan niet begrijp. Nog iemand, wel iemand die zegt van, ik heb het niet zelf verdiend, de plek waar ik nu zit. Oké. Oh ja, ik deed wel heel snel mijn hand omhoog. Maar kijk, ik studeer nog, ik heb nog geen carrière. Het hele feit dat ik studeer, dat is omdat mijn ouders dat konden. Nou ja, dat ik altijd wist dat ik een veilige basis had om op terug te vallen, namelijk mijn ouders. En dat ik altijd een schoolsysteem heb gehad dat best wel aan mijn kant stond. Dus ik heb het niet verdiend. Ja, dankjewel. Dan gaan we, want volgens mij heeft iedereen wel begrepen hoe het ongeveer gaat. Maar wat we dan nu gaan doen is dat ik nog 4 vragen heb. En dat als je zit, dan blijf je ook zitten. Dus dan heb ik zometeen de eerste vraag. En als je dan daar ja op antwoordt, dan blijf je staan. En als je nee antwoordt, dan ga je zitten. Eén iemand is heel verward op de eerste rij. Als je nee, bij nee zitten. En als je dan eenmaal zit, dan ga je ook niet meer opstaan. Oké, dan mag iedereen weer gaan staan. Oké. Ik vind mezelf bovengemiddeld intelligent. Oké. De meeste mensen vinden zichzelf wel bovengemiddeld intelligent. Nee. Net als één van mijn ouders heb ik gestudeerd. Of minstens één van mijn ouders heb ik gestudeerd. Je gaat Joris Luijendijk de vinkjes nadoen. Nee, ik heb dit gewoon zelf bedacht. Ook daar moet ik gewoon gaan zitten. Kan ik ook zonder Joris Luijendijk. De vraag nog een keer. Net als één van mijn ouders heb ik gestudeerd. Oké. Nog best veel mensen die staan. Bij mijn sollicitatie deed een vriend of familielid een goed woordje voor mij. En ik verdien boven modaal. Dat is 31,67 euro bruto. Maar je mag niet meer gaan staan? Nee. Oké, dus ik vind mezelf bovengemiddeld intelligent, was de eerste. Net als een van mijn ouders heb ik gestudeerd. Bij mijn sollicitatie deed een vriend of familielid een goed woordje voor mij en ik verdien boven. Bent u toch gaan zitten? Wat was er bij nader inzien waardoor u dacht van, ik ga toch zitten? Ja, want niemand deed een goed woordje voor mij. Dus dat was nee. Alleen ik had niet goed verstaan.
En u staat nog. Hoe voelt dat? Nou ja, zoals het is. Ik heb inderdaad geprofiteerd van een goed woordje. Heb meer dan modaal verdiend. En heb er ook hard voor gewerkt. Dus geen schuldgevoel. Dus u stond ook bij de eerste vraag. Ik vind dat ik mijn positie en mijn carrière heb verdiend. Ja. En nog steeds een volmondige ja. Ja. Oké. Okay. En waarom staat u nog steeds? Hoe voelt dat voor jou? Ik vind het een beetje ongemakkelijk dat ik hier nog sta. Maar mijn carrière begon bij een stageplek waar ik heel erg goed werd. Mijn vader die kon mij wel goed inlichten over wat daar speelde bij die organisatie. Waardoor ik denk ik er makkelijker binnenkwam. Ja. Dankjewel. Dan gaan we nu, want het zegt eigenlijk op zich ook heel iets over het Bali-publiek, dacht ik zo. En dat is dan een heel mooi bruggetje daar. Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, schrijver, journalist. Ik wil hem vragen om naar voren te komen en een voordracht te doen. En daarna gaan we met hem in gesprek. Hoi. Rogai had me gevraagd om een column voor te lezen. Die column komt... zit ik hier staan, 11 maart 2020. En ik moet erbij zeggen dat ik hem in de tijd geschreven heb. Dat is een buitengewoon passief-agressieve column. En als ik mezelf zo teruglees, ontdek ik van mezelf... dat als ik passief-agressief ben, ik heel pedant word. Dus jullie zijn gewaarschuwd als ik een beetje een overdreven professorale toon aansla. Maar deze schreef ik in de Boekenweek van 2020. En toen was net een Boekenweek-essay verschenen van Osjan Akyol... En dat was een soort aanval op de culturele elite. En toen dacht ik, nou, laat ik die handschoen oprapen... en een keer een weerwoordje doen voor de culturele elite. Vandaar. Laat me even heel erg meta opschrijven. In Nederland zijn er, zoals in elk land, verschillende elites. Er zijn politieke elites, bestuurlijke elites... financiële elites, culturele elites, media-elites. We hebben stadsadel en we hebben landadel... Er zijn sportelites en wetenschapelites. Deze elites hebben verschillende verzamelplaatsen, verschillende omgangsvormen, verschillende dresscodes. In zekere zin is er niets elitairs aan elites. Of tenminste, ze zijn een volledig natuurlijk verschijnsel. Er zijn natuurlijk samenlevingen geweest die volledige klasseloosheid nastreefden. Maar zelfs daar, waar alle dieren zijn gelijk, en sommige dieren net iets meer gelijk, geld werd die gelijkheid vaak met harde hand afgedwongen. Overal waar mensen samenkomen ontstaan nu eenmaal als vanzelf groepjes die de leiding nemen. Er zijn banketbakker-elites, er zijn korfbal-elites, postzegelverzamelaar-elites. En zelfs carnaval heeft een prins. In het ideale geval verkrijgen die elites hun leiderschapspositie op meritocratische beginsels. Op basis van talent, kunde, kennis, hard werken. In andere gevallen hebben ze macht omdat ze in de juiste familie zijn geboren. Of met de juiste achternaam hebben. Of een aangenaam startvermogen op de bank... Sommige van die elites schuurden tegen elkaar aan. De bestuurlijke elite tegen de politieke elite. De politieke tegen de financiële. De media-elite laat zich voeden door headliners uit de sport, de politiek, de cultuur. Een paar dingen hebben me altijd ingenomen voor de culturele elite. Allereerst, niemand begint een carrière in de culturele sector vanuit het idee even lekker veel geld te verdienen. Het begint toch met passie of interesse. Maar daarnaast, de toegankelijkheid. Om de top van de politieke piramide te halen... kun je maar beter 10 jaar geleden partijlid zijn geworden. Om in de bestuurlijke elite te komen... moet je minstens 6 jaar rechten doen... en bij voorkeur goed netwerken en goed kunnen drinken bij Minerva. Voor je entree in de dynastieke elite... moet je vooral je geboorte heel goed inplannen. De verzamelplaatsen van de culturele elite... hebben een redelijk open deurbeleid. Je hoeft alleen een kaartje voor die walkure te kopen... en je hoort wel bij de... zoals VVD'er Thierry Aerts zullen noemen, de witte wijn sippende stopera-elite. Een kaartje voor een waanzinnig intellectueel debat, als hier in de Bali, kost maar €13. Voor een literaire bijeenkomst in Spui 25 hoef je alleen eventjes per mail aan te melden. Eenmaal toegetreden tot die verzamelplaats ben je er nog niet. En daarmee kom je weer bij een ander punt, namelijk het meritocratische beginsel. Om het even tot de literatuur te beperken, ik schreef dit immers in de Boekenweek... Zoals het in elke elite gaat, lopen er mensen rond die een voet tussen de deur hebben gekregen... omdat hun ouders al naam hadden gemaakt. Die ouders hadden al een voet of een been of 2 benen binnen die deur.
of ze hebben bij de juiste persoon in de klas gezeten. Maar hoewel het leeuwendeel van de Amsterdamse schrijvers, van de Nederlandse schrijvers in Amsterdam woont, komt het er niet vandaan. Er lopen schrijvers rond die in gebroken gezinnen zijn opgegroeid in Groningen en Noord-Brabant, die op de Veluwe en in Zeeland hun geloof achter zich hebben gelaten om schrijver te worden, of die misbruik in het Gooi of in de Volkswijk in Utrecht zijn ontvlucht. Er lopen in de literatuur ook baronessen rond en mensen met keurige dubbele achternamen. En nog veel meer mensen die in die kalme burgerlijke welvaart opgroeiden die Nederland nu eenmaal al heel lang kent, zonder verder grote trauma's. Wat ook niet uitmaakt, want uiteindelijk is levenservaring geen garantie voor een goed boek. De enige garantie die je hebt is talent of de kunde van ervaringen en fantasie een levensecht verhaal te maken. Hier komt dan echt het passief-agressieve gedeelte. Een mooi voorbeeld, je kunt de zoon zijn van Turkse migranten in Deventer, een celstraf krijgen omdat je een criminele bende helpt met inbraken en berovingen, en over je strafbad een autobiografische roman schrijven die je in elk tv-programma mag promoten. Recenten geef je het voordeel van de twijfel. Kranten bieden je een goed betaalde column aan, je doet het goed in talkshows, je krijgt twee beste vrienden, namelijk de rijkste uitgever met het grootste grachtenpand van Amsterdam, ook trouwens een self-made man, en de presentator van het tv-programma waar elke dag 1,5 miljoen Nederlanders naar kijken en die elke scheet van je in de vaart der volkeren promoot. Je mag voor de publieke omroep tv-programma's maken en documentaires. Het CPNB vraagt je het boekweek-essay te schrijven. Schrijf je dan A, over de openstaande deuren waar je welkom doorheen bent gelopen, of B, maak je van de gelegenheid gebruik om een tendentieus anti-elitair betoog af te steken, waarin geen zin staat die Geert Wilders en 1000 andere populisten ook al niet eens hebben getweet. De rancunie van optie B heeft vast te maken met het open deurbeleid van de culturele elite. Maar er zit een gevaar in, want die open deur is een draaideur. Je kunt denken dat je de culturele piramide beklimt, maar eigenlijk ben je al lang door die draaideur heen geglipt en ben je een ander vak betreden. Bijvoorbeeld de media-elite, waar weer heel andere eisen gelden. Bijvoorbeeld dat je quotable bent en lekker provocatief, dat je niet te veel aan kritische zelfreflectie doet. Waarin de andere elite status wordt geformaliseerd door titels op visitekaartjes, is je plek in de culturele hiërarchie impliciet en informeel. Je moet altijd je eigen waarde in kunnen schatten. Je kunt denken dat je in bent, maar eigenlijk ben je al heel lang uit. Je moet snappen dat ophef iets anders is dan iets waarachters te melden hebben. De culturele elite is een open deur, maar die open deur staat ook aan de achterkant. Ewald, heeft Joost hier een raakpunt? Kijk, een van de dingen die in ieder geval mij opviel aan het eerste deel van de column, en dat is dus voordat hij passief agressief werd. Ja, sorry. Nee, is dat wat je daar deed, is uiteindelijk al die elites in de verschillende maatschappelijke domeinen die complexe samenlevingen als de onze kennen aan elkaar gelijk stellen. En ik denk dat je vanuit een meer sociaal-wetenschappelijk perspectief, of dat nou gebaseerd is op Max Weber of op Karl Marx, toch op de een of andere manier een analyse zult moeten maken dat sommige elites zijn elitairder dan andere elites en doen er meer toe dan andere elites. Welke elites zijn dan elite? Nou ja, dat heeft natuurlijk toch in hele belangrijke mate te maken met de plek waar de beslissingen genomen worden over. Vergeef me dat ik marxistisch ga klinken. Het eigenaarschap van de productiemiddelen. Dat is natuurlijk toch, hoe je het ook wendt of keert, absoluut cruciaal. En dan heb je het over een conglomeraat van wat jij dan de economische, de financiële en de politieke elite noemt, waar toch op de een of andere manier de regels van het marktspel geformuleerd worden die enorme lange termijn consequenties hebben. Eigenlijk is, zoals je nu denkt, een soort van gek bijgevolg volgens mij van de meritocratie. Of tenminste een kenmerkende eigenschap hoe wij vandaag de meritocratie zien, namelijk dat de verdiensten zich uit in macht en geld. En vaak heel vaak concreet in die twee dingen. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen denken dat als je als je macht minder belangrijk vindt, als je geld minder belangrijk vindt, dan kun je die verdiensten ook op een hele andere manier meten. Nee, dat ben ik helemaal en dat is het gekke effect met de meritocratie, dat we heel erg geneigd zijn dat het tot een bepaald
ja, een bepaalde postcode moet leiden waar je woont, zeg maar. Terwijl je natuurlijk ook heel anders... Nee, ik heb een eerder boek geschreven, of boekje geschreven, voor de Waterlandstichting. Volgens mij is dat gepubliceerd in 2006. En dat is ook hier in de Bali gepresenteerd, met iemand als Rinoy Kan erbij. Waarin ik een pleidooi hield voor wat ik noemde de milde meritocratie. Want wat Michael Young natuurlijk laat zien, is dat het uiteindelijk gewoon absoluut hardvochtig is. Onverdienstelijken zijn niet meer in staat om de ladder te beklimmen en verdienstelijk te worden. En dat leidt uiteindelijk tot die kastensamenleving die hij schetst. Dus ik was het inderdaad met jou eens dat het heel belangrijk is dat we ook in ons onderwijsbestel, maar ook in de maatschappelijke waardering die we hebben voor andersoortige activiteiten, dat we verschillende stijgingskanalen op de een of andere manier zouden identificeren. En daar ben ik nog steeds een groot voorstander voor van. Maar tegelijkertijd, en dat zul jij, Joost, waarschijnlijk ook wel met mij eens zijn, we hebben te maken met een samenleving die kapitalistisch van karakter is. En wij kunnen wel als koekenbakkers werkzaam bij de Groene Amsterdammer of bij de Universiteit van Amsterdam of als schrijver in de culturele sector denken van ja, maar mij maakt het niet uit dat ik niet over heel veel geld beschik. Want het gaat mij over het eer en respect wat ik krijg binnen de kring van mijn peers. Maar maatschappelijk gesproken is het natuurlijk toch echt wel zo dat diegenen die besluiten over de regels van het markt spel enorme consequenties hebben met hun beslissingen over de kansen en de levensmogelijkheden van allerlei anonieme anderen. En eigenlijk moet meritocratie dus daarover gaan. Het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat niet alleen maar er andere stijgingskanalen zijn, maar dat ook de dominantie van kapitaal, van politieke macht, van financiële macht, dat die doorbroken wordt. Want zonder dat, ja, dan krijg je gewoon die eindeloze reproductie van die ongelijkheden. En dan kan jij nog zulke mooie boeken schrijven. Maar los van, want dat is denk ik helemaal het einde van, het, van de avond, zeg maar, hoe die in godsnaam doorbroken kan worden. Okay. Je loopt vooruit op de zaken. Maar leven we op dit moment, in hoeverre leven we op dit moment in een meritocratie? Wat jouw nou, betreft? Kijk, de vraag is, bestaat de meritocratie? En dan is het antwoord, wat mij betreft, nee, maar. En wat komt er dan achter die maar? Nou, kijk, het is nee, want die meritocratie is een ideaal. En zoals elk ideaal, en dat, of nou het communisme is, of zeg maar het open huwelijk, op papier is het leuk, maar in de praktijk heel moeilijk uitvoerbaar. En het idee dat je meritocratie, dat is natuurlijk het idee dat, stel, we worden allemaal gelijk geboren. We hebben niet die enorme klasseongelijkheid die nu is, die de stadspositie van iedereen bepaalt. Dan zou je kunnen zeggen, oh, er is meritocratie. Maar dat is natuurlijk een wereld die nooit zal bestaan. Want we worden niet gelijk geboren en dat zou je ook nooit gelijk kunnen trekken. Ja. Dus het logische antwoord, voor de hand liggende antwoord, is nee. Maar je moet dan een andere vraag stellen. Geloof je dat er zoiets bestaat als sociale mobiliteit? Ja, dat geloof ik wel. Dat je een dubbeltje kwart wordt. Daar ken ik heel veel voorbeelden van. Daar heb ik heel veel meegemaakt in mijn leven. En dat is niet makkelijk. Nou, een van mijn beste vrienden die is opgegroeid op een kaasboerderij in Wochmeer. En die werkt nu op de Zuidas bij een beursgenoteerd bedrijf. Die heeft het best gedaan. In hoeverre zijn die losse voorbeelden? Sociale mobiliteit. Ja. Dat is eigenlijk van de... Ja, maar goed, dat is net... Nee, kijk, geen sociale mobiliteit zijn? Nee, maar laat ik het zo zeggen. Die is in bepaald nest geboren. Ik zou mijn beste vrienden niet een baan aan de Zuidas toewensen. Het is... met alle respect. Ik bedoel... Nee, maar wat Joost net zei, dat meritocratie een ideaal is. Kijk, het fascinerende aan het boek van Michael Young is dat hij dus echt het tegenovergestelde beweert. De titel is The Rise of Meritocracy. Maar eigenlijk zou de titel moeten zijn, of een betere titel is, de titel die Michael Sandel 2 of 3 jaar geleden voor zijn boek koos. En eigenlijk ook de verkeerde titel is voor dat boek. Het is The Tyranny of Meritocracy. Ja. Wat Michael Young, hij laat dus inderdaad het tyrannieke, totalitaire karakter, het onverbiddelijke, hardvochtige karakter van meritocratie laat hij zien. Want wat is er dan zo ontwrichtend aan? Nou, uiteindelijk, en dat schetste hij dus prachtig, uiteindelijk leidt het tot een samenleving waarin mensen uitgefilterd
gefilterd worden op basis van hun genetische predispositie. En dat is onveranderlijk. En dat betekent dat je dus inderdaad een samenleving krijgt die in ieder geval uit twee kasten bestaat. De kasten van de verdienstelijke, de mensen die het voor het zeggen hebben, en die uiteindelijk ook een samenleving gecreëerd hebben die op hun preferenties gebaseerd is. En de mensen die de onverdienstelijke zijn en die de kont van de oude verdienstelijke moeten gaan wassen. Dat is de samenleving die hij schetst. En dat is allemaal gebaseerd op de gedachte, de aanname die hij eigenlijk absurdistisch uitwerkt in dat boek, dat wij collectief in staat zijn om een adequate beoordeling te maken van de cognitieve competenties van mensen. Maar hoe moeten ze dan uitgefilterd worden? Nee, waar het om gaat is dat het een illusie is, want we kunnen dat helemaal niet. Dus wat we nu zien is dat we, en zo had het boek van Michael Sandel moeten heten, de mythe van meritocratie. De meritocratie is niet te realiseren. Mag je het gebruiken voor een nieuw boek dan? Eigenlijk zouden we hebben een enorme behoefte aan een boek als wat Michael Sandel geschreven heeft, maar dan onder de titel De mythe van meritocratie. Ja, en hoe zie je die mythe van een meritocratie terug dan hier in Nederland? Want het boek van Michael Sandel, dat is Amerika, maar... Het vooraliggende antwoord, maar daar gaan jullie het zo meteen nog uitgebreider hebben, is dat je kijkt naar onderwijs. En Ewald schrijft dat ook heel duidelijk in zijn voorwoord. Het is gewoon een heel vroeg moment. Nou, allereerst mag hopen dat iedereen in de tv-documentaire Klasse heeft gezien, waarin je al ziet dat alleen al het schooladvies wat kinderen krijgen ongelooflijk bepalend is voor het pad dat ze ingaan. Ja. En dat heel vaak samenhangt met bijvoorbeeld taal. Dus hè, als je ouders niet Nederlands spraak zijn, dan sta je echt al 5-0 achter. Hey, je hebt die sociale mobiliteit, je gebruikt het mooie term, dat zijn die stromingskanalen die je daarvoor hebt. Die leiden naar, hey, ga je naar de universiteit, waar ga je stage lopen, op wat voor contacten kom je? Dat doet heel veel van het verhaal. Dus ik denk dat daar, als je het over het falen van de meritocratie hebt, dat je kan zien dat daar heel veel ongelijkheid is. En dat er al heel vroeg stadium een filter plaatsvindt wie wel en niet mee mag doen. Ik weet niet of die term van Sandel is, volgens mij wel dat de hereditary meritocracy. Dus je moet een erfelijke meritocratie, je moet erin geboren worden. Maar dan denk ik wel, er komt zo'n moment, hè, we kunnen het heel veel over onderwijs hebben. En prima, dat is een legitiem onderwerp. Ja, gaan we zo doen. Ja, maar er komt zo'n moment dat niet meer doorslaggevend is. En ik bedoel, we vroegen net in de zaal aan mensen van, heb je het aan jezelf te danken? En heel veel mensen, de mensen die gevraagd werden, zeiden allemaal, ja, ik heb er hard voor gewerkt. En er komt zo'n moment dat je diploma hebt. En misschien krijg je op basis van diploma een baan of niet. Maar dat is pas, dan ben je 25. Je moet dan nog 40 jaar door. En dan is eigenlijk pas het moment dat de meritocratie, meritocratische principes, het is nooit allesomvattend, er spelen heel veel andere dingen mee, dat er andere scheidingsmechanismen zijn. En dat er wel meer wordt gekeken naar wie kan er vooruit, wie werkt er harder, wie is er slimmer, wie kan net dat stapje extra zetten, wie brengt iets aan de tafel dat iemand anders nog niet heeft. Maar dan neem je natuurlijk wel dat die rugzak mee van alles wat je ja, in de nee, eerste tuurlijk. 20 jaar dus, gedaan hebt. Het gekke is, het is een soort van voetbalwedstrijd waarin de eerste 30 minuten niet eerlijk zijn. Of de eerste helft. En dan de tweede helft ongeveer wel. Maar dat is toch een illusie, Joost? Op het moment dat de eerste helft niet eerlijk is, dan weet je toch dat het enorme lange termijn effecten heeft voor de tweede helft. Ja, maar dat is alleen als je naar de maatschappij. Maar kijk, dit is een van de moeilijke onderwerpen. Er is fantastisch etnografisch onderzoek gedaan in de Verenigde Staten, weliswaar. Maar dat is zo één op één toepasbaar op Nederland. Waarin deze onderzoekster, die ging kijken naar de werving en selectie van trainees van bij grote Amerikaanse investmentbanks, law firms en accountancy firms. Die gaan die Ivy League universities langs. En die willen gewoon de high potentials, die bedrijfseconomie, rechten of weet ik veel wat gestudeerd hebben. En die willen ze selecteren door ze een trainee aan te bieden bij Goldman Sachs of bij McKinsey of bij PricewaterhouseCoopers. En wat haar opviel bij het kijken naar die momenten van werving en selectie, is dat het lang niet alleen maar gaat om de diploma's, want ze hebben allemaal diezelfde diploma's. Het gaat om het vermogen om in het publiek te spreken. De mate van zelfvertrouwen dat je hebt om inderdaad gewoon je grote bek open te trekken. Hoe je gaat zitten. Ga je zo zitten?
Of ga je keurig zo zitten? Hoe heb je je gekleed? Wat voor woorden gebruik je? Ben je in staat om referenties te maken naar culinaire gerechten van Otto Lenghi? Heb je de laatste Italiaanse film gekeken? Heb je de juiste romans gekeken? Dat is iets wat de rest van je leven voordeel of nadeel met zich meebrengt. En dat is niet iets wat je op school op de een of andere manier leert. Zeker niet in het abominabele onderwijs wat we in Nederland hebben. Dus dat is heel erg meegekregen van huis uit. Ja, en wat jij zegt, dat je dus succesvol bent in die culturele elite. En dat je en ik neem aan dat je dat bent, want je hebt een prachtige roman geschreven. Maar dat heb jij niet kunnen schrijven zonder dat jij op de een of andere manier... en ik weet niet waar je het vandaan hebt, en dat zul je ongetwijfeld zelf kunnen beantwoorden... maar je moet via een proces van osmose, moet je dat culturele kapitaal verworven hebben. Waar heb jij het vandaan? En dat heeft iemand anders niet. Ik vind het fijn, want dan ga ik hem intrappen ook. Want nee, ik ben de eerste persoon in mijn familie die studeert. Dat heeft niemand gedaan. De rest van mijn familie werkte bij de Hoogovens en werkte in een schoenhandel. Dit is een term die ik helemaal niet kende hoor, toen ik ging studeren. Dat ik eerste generatie student. Dat klinkt altijd wat dramatischer dan het daadwerkelijk is. Klassemigrant klinkt. Klassemigrant, nee. Ik kwam niet uit een familie waar... Maar het punt is dus, het bestaat. En dat is een van de hele moeilijke onderwerpen. En je bent ook begonnen op de VMBO, of niet? MAVO moeten doen, ja. Okay. Ik heb echt de MAVO gedaan, ja. En toen stapsgewijs op... Ja, ik ging naar de MAVO en toen dacht ik, oh shit, dit is niet de bedoeling. Nu moet ik een keer gaan opletten. Maar kon je toen nog veranderen dan? Nou, toen ben ik naar de HAVO gegaan, toen ben ik naar de HBO gegaan, toen ben ik naar de universiteit gegaan. En wat dat betreft heb ik voor mezelf wel het gevoel. Kijk, natuurlijk had ik die toegang ertoe. Ik bedoel, ik heb nog steeds een studieschuld die ik moet afbetalen. Maar als je die middelen zijn er, die stijgingskanalen zijn er wel degelijk. En natuurlijk, voor niet voor iedereen, kun je allemaal zeggen... ik heb voordeel gehad dat ik ouders had die Nederlands, super Nederlands waren. Dus dat helpt allemaal in je voordeel. Maar gewoon die stijgingsmechanismes, ja, die zie ik overal. Ja. Maar het punt is, en daar kom ik wel bij... Kijk, ik weet nog... ik kan nu een uur over praten. Maar ik weet nog dat bijvoorbeeld op een van mijn eerste momenten op de universiteit... Toen had ik naar HBO gegaan, ging naar de universiteit. Vond ik allemaal super spannend. Toen had ik een hoogleraar, Duco Hellema. Die was een enorm verhaal over internationale politiek. Ja, internationale betrekking. Ja, internationale betrekking. Wat was het verhaal? Sorry, heel kort. Nee. Maar hij had gewoon een mooi verhaal. Wat me meer omging is dat er gewoon op de eerste rij een student zat. Zo'n korbal. Die had zo'n petje zo op zijn hoofd. En die zei, ja, volgens mij heb je ongelijk. Hij zei ook niet van sorry, of mag ik wat zeggen, of meneer. Hij zei gewoon, ja, gast, klopt gewoon niet. Tegen een hoogleraar. En daar moest ik toen heel erg om lachen. En toen dacht ik, ja, maar dat is dus inderdaad ook een talent. Jij noemde het net al eigenlijk ook. Ja, wat later in je leven werkt dat in je voordeel? Of niet, ja. Ja, of niet, ja. ik hoop vaak... Het kan best zijn dat bleek niet te zijn. Laat me een ander voorbeeld geven dan. Je noemde net Joris Luijendijk al even. Ik weet niet of mensen hebben vast heel veel over zijn boek gehoord. En Joris trekt een soort van enorm boetekleed aan. En het is een soort van, sorry dat ik besta... En hij beschrijft dan in het boek dat hij dan aanklopt als... dat is net afgestudeerd en dan krijgt hij bij de Volkskrant een baan... en hij mag correspondent worden. En dan zegt hij, ja, dat heb ik er allemaal aan te danken... dat ik uit een bepaalde klasse kom, dat ik een man ben, dat ik wit ben... en dat de hoofdredacteur het in mij ziet zitten. En dat moment denk ik, nee, hier schiet je door. En hier ben je zo naar het structuur, het systeem aan het kijken... dat je het individu niet meer ziet. Want er zijn elk jaar 300 witte jongens die bij de Volkskrant aankloppen. En er worden maar een paar aangenomen. Joris Luijendijk werd correspondent in het Midden-Oosten. Dat mag ook niet iedereen zomaar worden. Dat is een inschatting van de hoofdredacteur. En van de belangrijkste eigenschappen van de hoofdredacteur is mensenkennis. Dus je ziet iets in hem. Volgens schreef Joris Luijendijk, het zijn net mensen. Zo'n boek dat iedereen toen ik studeerde in mijn kast had staan. Dat is ook niet zo dat iedereen dat maar kan schrijven. Dus er is een pool van 200... er zijn allemaal momenten in je leven waarin je gefilterd wordt. Er zitten allemaal T-splitsingen waarin de ene helft afvalt, andere mensen door mogen. Maar er zijn, dat is dus het moment waar je volgens mij wel van meritocratie kan plaatsen. Er zijn momenten waarin je opeens in een groep van peers zit... en dan er bovenuit moet zien te komen. En je broer, jij noemde nu het bedrijfsleven. Ja, ik ken een hoop vrienden van me, zijn wel allemaal in het bedrijfsleven terechtgekomen. Ja, en die beginnen inderdaad dan allemaal, zijn ze 25, 28, beginnen ze bij dezelfde. En nu zijn we 10 jaar verder.
En ik kan precies aftekenen wie het wel lukt en wie het niet lukt. Ja. En dat zijn dus allemaal mensen die dezelfde bagage hebben. Ja, bedoel, die allemaal bij Vindicat hebben gezeten en allemaal bij hetzelfde kantoorwerk. Ja. Dus ja, op een gegeven moment begint dan wel. Ja, het gekke is, dat is mijn gevoel. Er komt een moment dat de meritocratie. Maar het punt is dus, en daarom kan je altijd blijven zeggen, de meritocratie bestaat niet echt. Omdat daarvoor al zoveel gebeurd is. Maar kijk, ik wil ook even een Joris Luijendijkje doen. Oké, ik ben benieuwd hoe die gaat. Ja, nee, ik ben ook eerste generatie student geweest. Ik kom uit een gezin van autoboeren. Autoboeren? Autoboeren, okay. Mensen die gewoon auto's verkochten. Ja. En ik heb dus op de een of andere manier een soort... Mijn ouders, grootouders die uit die automobielsector kwamen... die hebben waarschijnlijk gedurende hun leven meer geld verdiend... dan ik ooit zal gaan verdienen. Dus in die zin, sociaal-economisch gesproken... minder goed gescoord dan zij. En tegelijkertijd op de een of andere manier wel hoogleraar... aan een universiteit geworden als eerste generatie student. Ook via HAVO, HBO, school voor journalistiek gedaan. En vervolgens filosofie gaan studeren. Dus ik in zekere zin is mijn biografie lijkt op die van jou. En ik welke manier heb je het gevoel dat je gedachtegoed beïnvloedt? Ik trek andere conclusies. Ik heb daardoor ook wel heel erg een soort gevoeligheid gehad voor de mazzel. Dus er is aan de ene kant... Er zit een soort onderscheid in tussen de enkele uitzonderingen. Ik zou mijzelf dus als een enkele uitzondering willen zien. De grote getallen die komen tot stand op basis van het soort mechanisme wat ik net schetste. Dat gewoon de voordelen, de voordelen, die advantages die je meekrijgt uit het thuismilieu. Ja, die hebben een enorme invloed. En die bepalen eigenlijk voor het merendeel van de mensen waar ze terechtkomen. Samenlevingen als de onze bieden ook ruimte voor uitzonderingen. Wij zijn er voorbeelden van. En ik vermoed dat er in de zaal nog wel veel meer zullen zitten. Maar we kunnen geen zaal voor uitzonderingen. Dus dat is één. En het tweede is dat je moet dus inderdaad op dat lanceerplatform terechtkomen. Ja. En zelfs als je op dat lanceerplatform terechtkomt... dan heb je nog te maken met zo ontzettend veel pech... en geluk dat je nog altijd niet aan het einde van de dag kunt claimen... dat het jouw eigen verdienste is. Omdat je ook wel weet van nou, ik had dat ongeluk ook... dat had mij ook kunnen overkomen. Ik had ook 3 jaar met een hersenschudding uit de roulatie kunnen zijn. En ik had nooit kunnen weten of dat ook... Het had ook kunnen zijn dat ik 10 jaar eerder of 10 jaar later... de universiteit binnen was gekomen. En dan weet ik zeker, als ik 10 jaar later de universiteit was binnengekomen... dat ik nooit hoogleraar zou zijn geworden. Ja, maar voordat we gaan wisselen ben ik toch heel nieuwsgierig... van hoe heeft dat die achtergrond jouw denken beïnvloed? Want ik heb dus dit boek gelezen, Echte Pretentie... Houd even op voor de mensen. Echte pretentie. En tot de helft. Okay. En ik heb de boekenleggende expres nog ingedaan. Omdat ik graag nog verder wil lezen. En waarin het zeg maar... Ja, dus hele, eigenlijk een heel pretentieus boek. Kan ik wel zeggen, met heel veel verwijzingen. En heel veel moeilijke woorden. En ook heel erg... echt heel leuk, zeg okay, maar. Dus dan ben ik nieuwsgierig van hoe... Heb je het gevoel dat je zeg maar pretentieuzer kan zijn? Omdat je denkt van ik heb het toch allemaal zelf. Nee, maar om die pretentie van dat boekje aan dit gesprek te koppelen, is was denk ik, pretentie schrijf ik ergens in het boek, maar dan wil ik niet helemaal voor jou spoilen als je het laatst zonder moet eten. Oh. Is een soort variant van jezelf die voor je uitrent en die probeer je bij te halen. Dus je doet je soms beter en slimmer voor dan je daadwerkelijk bent. Met het idee, met de hoop dat je dat dan op een dag bent. En ik denk dat boekje, dat je het op een dag kan bijhalen. En dus dat boekje is voor mij echt een boekje. Ik zal niet zeggen dat ik dat voor de eerste generatie student geschreven heb, maar dat zit er wel heel erg in. Het idee van. Hoe kan jij, dit boek gaat heel erg over culturele kennis hoor. Maar hoe kun je zorgen dat je altijd blijft groeien in wat je wil? En hoe kun je, hoe durf je door te gaan als de rest van de maatschappij zegt: doe maar even, wees jezelf. Terwijl, waarom zou je jezelf willen zijn als je iets meer kan worden? Dat zat er een beetje in, denk ik. Ja, maar heb je dan ook het gevoel dat je als het gaat om meritocratie, dan zeg jij. Het is er wel een beetje. Heeft dan je
achtergrond daar invloed op dat je dat denkt? Nou ja, kijk, wat het voordeel is. We hebben vast geen tijd meer om dat filmpje te laten zien waar wij het erover hadden. We kunnen het filmpje laten zien als de wissel. Ik kan ook gewoon heel kort uitleggen wat het filmpje is. Dit is voor mij het filmpje dat... Laat maar zien. Iedereen is nu nieuwsgierig naar het filmpje. Ja, het is echt een heel slecht filmpje, hoor. Maar... Ja, het is wel een slechte kwaliteit, maar het is wel een goed filmpje. Het is ook echt een... Nou... Hey, we are racing for $100 bill. The winner of this race will take this. It's $100 bill. Before I say go, I'm gonna make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take two steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I've said has nothing to do with what you've done. Ja, het is zo'n lekker heel Amerikaans filmpje. Gewoon dat is dat hij ze aanmoedigt met $100. Dat iedereen al helemaal begint te trappelen. Wat ik ook heel grappig vind, is bij die eerste vraag die er stelt, zegt hij, je mag twee stappen naar voren. En dat je ziet dat sommige mensen gewoon vier stappen naar voren doen. En ik zo, yes! En ik bedoel, voor mij, ik heb dit filmpje krijg ik heel vaak op mijn Insta te zien, omdat ik hem dan één keer heb uitgekeken. En dat algoritme onthoudt dan. En toont het dan vaker. En dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe meritocratie, ja, hoe nog voordat de wedstrijd begonnen is, heel veel posities al zijn bepaald bij je start. Maar het gevoel dat ik er wel bij had, en dat is het gedeelte dat ontbreekt in het filmpje. Het laat niet zien wat de uitkomst is. En als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, hey, je vroeg hoe dat zat met pretentie. En ik denk misschien dat het voor jou ook wel geldt. Soms als je met een bepaalde achterstand begint, ik had het heel erg dat ik ging studeren. Dat ik voor mijn gevoel drie keer harder ging studeren dan de mensen die al precies wisten hoe alles in elkaar zat. Ja. Dus voor mij, het feit dat je met een bepaalde achterstand begint, zorgt ervoor dat je ook harder ergens voor gaat werken. En als je nu maatschappelijk kijkt, ik ben nu eind 30. Ik zie nu ook allemaal jongens om me heen die langzaam erachter komen van, ja, die hebben gewoon eindeloos gelantefanterd. En opeens doorhebben van, hey, ik ga niet dezelfde sociaal-economische prestaties halen als mijn ouders hebben gedaan. En die zijn dus eigenlijk geremd omdat ze juist een hele voorsprong hadden. Dus dat, ik bedoel, we zaten hier even over te mede. Dat dacht ik bij dit filmpje. Het laat aan de ene kant iets heel mooi zien. En tegelijkertijd denk ik, er is nog een tweede stap. Ja, een mooie analyse om nog toe te voegen. En dan gaan we nu wisselen. Okay. Dus dank je wel voor Joost de Vries. Of applaus voor Joost de Vries. Dank je wel, Joost de Vries. En Alain Truijens wil ik naar voren vragen. Columnist voor de Volkskrant, auteur. En ik heb je uitgenodigd omdat je heel veel schrijft over kansongelijkheid in het onderwijs. Ja. En je zat al te knikken en je met je hoofd te schudden soms. Dus, oh jee. Je schreef in de mail, ik ben het boek aan het lezen. Echt een, en voor de tweede keer geloof ik. Ja. Echt een ziener, die man. Ja, ja. Wat vond je er een ziener? De eerste keer, dat was 20 jaar geleden of zoiets, vond ik het een heel vreemd boek. En nou ja, wel wonderlijk en grappig. Maar en nu,
valt me op hoe ontzettend veel er is uitgekomen. He, ook wat hij over onderwijs beweert, dat er een run op het hoger onderwijs is ontstaan. Omdat onderwijs meer dan bildung en ontwikkeling van de persoonlijkheid je ticket is om zo hoog mogelijk en zo goed betaald mogelijk in de maatschappij terecht te komen. En tegelijkertijd voorspelt hij ook al dat er sprake zal zijn tot een massale toetreding tot het hoger onderwijs, maar een inhoudelijk een achteruitgang in kennis. En dat is wat er nu ook gebeurd is. We gaan massaal naar het hoger onderwijs en het gemiddelde niveau van wat kinderen leren, dat kachelt al 20 jaar achteruit, ook internationaal gezien. Dus onderwijs ook slechter geworden? Dat is wel moeilijk te zeggen. De prestaties zijn verminderd. En dat is wel gewoon vast te stellen. Dat steeds meer mensen gaan naar hbo en universiteit. En een kwart van onze 15-jarigen, dat is niet het kwart dat naar hbo en universiteit gaat overigens, maar een kwart van de 15-jarigen is zo goed als analfabeet. Is echt laag geletterd. Nou, laat dat eens tot je doordringen. Hoe kan het onderwijs in dit land deugen als dat gebeurt? Als je niet in staat bent iedereen te leren lezen, schrijven en rekenen. En hoe kan dat? Ja, dat is is inderdaad een groot tekort aan kwaliteit van het systeem, de leerkracht. De kwaliteit van onderwijs. Alles wat bijdraagt aan die kwaliteit van onderwijs, ook onderwijsbeleid. Ja, beleid, gaan we zo heen. Maar ja. Zowel liberale christendemocraten als sociaaldemocraten waren trots op de verheffingsmachine die het Nederlandse onderwijs ooit was, schreef je in het voorwoord. En terecht, zei je erachter. Ja. Wanneer waren die liberalen en de christen? Wanneer kon men trots zijn op het onderwijs in Nederland? Nou, volgens mij is dat nog tot diep in de jaren 90 dat men gewoon trots was op de PISA-scores van het Nederlandse onderwijs. Ja. De OECD die test bij alle lidstaten van de OECD op 14-jarige leeftijd de cognitieve prestaties van leerlingen. Rekenen, lezen en schrijven. Wiskunde. Ja. En Nederland scoorde, zat altijd eigenlijk in de top 10. En dat werd ook al met een zekere gemakzucht werd dat altijd ter kennisgeving aangenomen. En ik heb niet gekeken naar wat de laatste score is. Maar men is uit de top 10. Ja, precies. Ja, dat kachelt heel snel achteruit. Ja. Dus daar zit natuurlijk toch gewoon een objectief observeerbare achteruitgang in. Ja. En wat is er dan gebeurd? Nou, maar er is ook een aantoonbare vooruitgang geweest. En die is met de Mammoetwet. En wat hield die Mammoetwet in? De 63, hè? 63 geïntroduceerd. Ja, maar 68 gerealiseerd. Hè? Ja, okay. En dat de Mammoetwet heeft ervoor gezorgd dat inderdaad heel veel eerste generatie studenten zoals Ewald en Joost konden gaan studeren. Dat verborgen talent, zoals dat heette, uit de arbeidersklasse. Wat was die Mammoetwet dan? Nou, de Mammoetwet, toen werd de indeling die we nu nog kennen in MAVO, HAVO, VWO ingesteld. Daarvoor was het HBS, gymnasium, MULO en lager beroepsonderwijs. Maar het voornaamste verschil is dat je heel makkelijk kon stapelen, klimmen. Ja, ja. Je begon op de MAVO, dan ging je naar de HAVO. Nou ja, wat Joost ook vertelt. Die mogelijkheden zijn stelselmatig afgeremd de afgelopen 20 jaar. Het is heel moeilijk geworden nu om als je een VMBO-advies hebt ooit nog aan de universiteit te belanden. Dat is één ding. Maar je kan ook zeggen, die Mammoet is aan zijn eigen succes bijna ten onder gegaan. Want er kwam een enorme toevloed op het hoger onderwijs. En dan krijg je ook weer wat dan. Je zou kunnen zeggen, dan krijg je een soort diploma-inflatie. Want als iedereen hoog opgeleid raakt, dan moeten mensen weer iets doen om zich te onderscheiden. Distinctiedrift krijg je dan weer. Ja. Krijg je university colleges. Je krijg je dat. Dat soort dingen. Ja. Ja. Heb je daar problemen mee met de universiteit? Nee, helemaal niet. Maar wat ik wel constateer is dat inderdaad. Kijk, voor een deel heeft het natuurlijk ook gewoon te maken met aan de ene kant de organisatie van het onderwijs. De kwaliteit van de leerkrachten in het basisonderwijs en in het middelbaar onderwijs. En aan de HBO en de WO. Ik bedoel, gewoon de onderfinanciering van dat type onderwijs over een periode van 20, 30 jaar. Bij stijging van het aantal studenten. Ja, dat moet natuurlijk ergens op de een of andere manier. Ga je dat zichtbaar worden? Ja. Maar, en dat zien we dus nu. Ja, ja. Dus ik geef nu vanaf, wat zal het zijn, vanaf
1996 sta ik voor de klas aan de universiteit. Mm. En ik weet niet of ik dit zeggen mag, want het, misschien luistert mijn rector magnificus wel mee. Maar het is wat mij betreft evident dat de begeleiding van studenten is minder geworden. De hoeveelheid uren die beschikbaar zijn is minder geworden. Ook eigenlijk in het middelbaar onderwijs, maar ook in het basisonderwijs en het hoger onderwijs gaat het om efficiënte leerlijnen. Ja. Dus ja. Men moet in 4 jaar door die hele machinerie. Ja. En de gedachte. Er was een meneer die gaf aan dat hij 9 jaar gestudeerd had. Dat vind ik ook. Dat was vrij normaal, hoor. Ja, maar dat vind ik dus persoonlijk vind ik dat excessief. Maar ja. De 4 jaar die we nu hebben, is ook te kort. Ja. Dus je moet op de een of andere manier de gelegenheid hebben om, als je iets interessant vindt, om dat verder uit te diepen. En dat is allemaal wegbezuinigd. Ja. Maar laten we even terug naar het basis- en middelbaar onderwijs. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De vraag van, heeft als je het over kansenongelijkheid hebt. Maar voordat het over het basis- en middelbaar wil ik heel erg weten over het universitair. Heeft het dan voornamelijk mee te maken dat er meer studenten zijn, dat die contacturen verminderd zijn? Nou, maar die contacturen die zijn verminderd omdat er meer studenten zijn en de financiën niet meegegroeid zijn. Dus ik heb ik heb gewoon minder contact met mijn studenten. Ja. En ik moet, als ik dat niet doe, dan ben ik bezig met zelfexploitatie. En dan kan ik dus in de weekenden kan ik alsnog allerlei, wat is het? Feedback geven of weet ik veel wat. Ja. Dus het is gewoon schraler en schraler en schraler geworden. Ja. En dat is dus alleen maar mijn perspectief in termen van de contacten die ik met studenten heb. Maar voor studenten zelf, het aantal blokken wat ze kunnen volgen is ook veel beperkter geworden. Ja, ja. Oké, okay, en dan even het basisonderwijs. Want je zou zeggen dat er ongeveer evenveel leerlingen op het basisonderwijs zijn. Nou ja, iedereen gaat naar het basisonderwijs. Ja, precies. En dat was toen ook al hetzelfde. Ja, maar de kwaliteit, en dat er nu dan 15% van de 15 of een kwart was het. Dat van de 15, een kwart van de 15-jarigen is echt laaggeletterd. En dat wil echt zeggen dat ze niet een briefje of een mailtje kunnen schrijven. Dat ze heel veel overheidsinformatie niet begrijpen, handleidingen niet begrijpen. Ja, dus daar en eigenlijk is ook in het, als ze naar het MBO gaan. Daar is aan de hand dat het onderwijs niet bij machten is geweest om die kinderen te leren lezen en schrijven. Hè? Maar wat je gewoon ziet, sinds die mammoet, het succes van die mammoet en dat er verborgen talenten voorkwam, sociale stijging mogelijk werd, zijn we nu ons opleidingsniveau aan het klonen in onze kinderen. Hoger opgeleide krijgen kinderen die ook weer hoger opgeleid raken. De beste voorspeller voor eindresultaat van je kind. En dat is nog los ook van etniciteit, herkomst of migratie. Het heeft vooral met opleidingsniveau te maken. Ja. En dat is natuurlijk heel verdrietig. En dan denk je meteen aan Michael Young. Van ja, dat is wat we ervoor in de plaats hebben gekregen. Een verschrikkelijk wreed systeem. Dat op heel jonge leeftijd al een enorme kloof in de samenleving veroorzaakt. En die kloof, die hebben we gelegd. We hebben de MAVO is afgeschaft en samengevoegd met het lager beroepsonderwijs. Dat gebeurde in 1999. En sindsdien noemen we dat lager opgeleid. En vanaf HAVO noemen we het hoger opgeleid. Er is een heel mooi boek. Dat verandert dan nu weer een beetje in praktisch. Maar praktisch en theoretisch is ook raar. Mm-hmm. Want een architect of een chirurg, die zijn ook praktisch. Hè, of een tandarts. Maar die noemen we toch niet praktisch. Terwijl een MAVO-scholier, die is theoretisch, die doet VMBO-T. Theoretisch. Dus dat praktisch-theoretisch, dat klopt helemaal niet. Alleen, we hebben dus een tweedeling gecreëerd. We noemen dat hoger en lager. En we doen net alsof iedereen, net als in een soort middeleeuwse standaardmaatschappij, alsof er een juist plekje is voor iedereen. Dat iedereen terechtkomt waar hij of zij hoort, waar het past. En dat is natuurlijk onzin. He, waarom zouden we van kinderen op hun 11e, 12e jaar gaan voorspellen wat past of waar ze terecht moeten komen? En dat is wat we doen. We adviseren kinderen op 11, 12-jarige leeftijd in groep 8. Jij bent de typische VMBO'er, jij bent een HVIST, jij gaat naar het VWO. En eigenlijk zijn de kaarten dan geschud. Hè, een hele andere discussie is, waarom noemen we VMBO laag? Heel goed kunnen koken of loodgieten of auto's repareren is ook geweldig. Ja, maar als ik dat zeg, dan is dat toch een tikkeltje hypocriet. Want mensen die
die dat doen in de maatschappij, die verdienen veel minder, die wonen in minder mooie huizen, die gaan zelfs eerder dood, worden eerder ziek. Opleidingsniveau heeft op alle sociale gebieden invloed. Volgens mij zijn er twee problemen. Ja. Een van de problemen heb je genoemd. Dat we dus inderdaad eigenlijk op te vroege leeftijd selecteren. Ja, en net doen alsof dat dus een definitief oordeel is over de capaciteiten van mensen hebben. Ja. Ja. Dus die CITO-score op basis waarvan we deels... Goed. Noteren we ook. Daar ben ik niet met je eens. Maar het tweede probleem, daar gaan we dan zo meteen over hebben. Het tweede probleem, en dat is... we hadden het voordat we begonnen even over BON, Beter Onderwijs Nederland. We zien ook een achteruitgang in de kwaliteit van de leerkrachten. Zeker, ja. Het heeft niets te maken met de mensen die voor de klas staan. Want die doen dat nog altijd met dezelfde grote mate van gedrevenheid. Die kun je toch niet kwalijk nemen, nee. Maar wat we wel zien, en dat is ook een ontwikkeling van de afgelopen 20, 30 jaar... dat de autonomie van de leerkracht, zeker in het basisonderwijs, is enorm afgenomen. Ja. En dat betekent dat ze in toenemende mate uitvoerder zijn geworden. Manager van allerlei protocollen en procedures, die eigenlijk niet zo heel veel meer te maken hebben met wat vroeger het vak van de leerkracht was. Ja. Dus het is new public management binnen het onderwijs. En wat is het idee daarachter? Nou, efficiëntie, gewoon doelmatigheidsbevordering. We zien het tegenovergestelde gebeuren. We zien bestuurders van veel te grote scholengemeenschappen veel te veel geld verdienen. Nee, maar daar zit het hem in. Dat is nieuw public management. Nee, dat weet ik, maar het zit hem erin dat we het onderwijs... De overheid is eigenlijk verantwoordelijk, maar heeft de verantwoordelijkheid volledig uit handen gegeven aan de schoolbestuurders. Die kunnen hun personeel maken en breken, betalen wat ze willen. Ze kunnen laag opgeleide leraren, die hoeven geen academisch graad te hebben, want die zijn te duur. En ze hebben geen enkel baat bij leerlingen een risico laten lopen. Want een schoolbestuurder heeft liever een goede havist die het heel goed doet in de statistieken van die school, dan een VWO'er die een risico loopt. Ja, precies. En een schoolbestuurder heeft ook helemaal geen baat bij veel academisch opgeleide leraren, want die zijn maar eigenwijs en vervelend en lastig. En die kosten ook weer te veel. Ja. Dus er zit in de manier waarop het inderdaad die publieke ondernemer wordt het genoemd. Maar ik heb het gevoel dat dit al heel lang genoemd wordt, ook op allemaal andere... Maar dat wordt niet doorbroken. Precies, maar hoe kan dat het niet... Omdat de overheid daar helemaal geen zin... In Den Haag zijn ze doodsbenauwd dat ze zelf weer alles moeten gaan doen. Ja, maar kijk, die schoolbesturen, dat zijn uiteindelijk degenen die over de organisatie van dat onderwijs gaan. Die hebben prachtige, goudgerande posities. Die steken 2-3 ton op jaarbasis in hun zak. Mogen ze ook zelf bepalen? Die mogen dat zelf bepalen. Die hebben geen enkele belang om op de een of andere manier de institutionele inrichting van dat systeem te gaan veranderen. Maar het is een systeem dat niet bijdraagt aan de verbetering. Nee, absoluut niet. Ook in het HBO, en dat is nu ook op de PABO's niet. En dat is een tijdje duidelijk. Iedere ambitie van verheffing. Okay. Iedere ambitie van verheffing en het daadwerkelijk realiseren van een milde of een zachtmoedige meritocratie komt niet van de grond bij de huidige inrichting van het onderwijsbestel en bij degenen die op dit moment belang hebben bij het instand houden van dat huidige onderwijs. Die belangen zijn groot. Die zijn groot. Want we weten allemaal wel wat we moeten doen. Dan gaan we nog twee dingen hebben. Autonomie van de leerkracht. Van mij mag dat. Maar... En dan hebben we nog twee punten ook voor je genoteerd. Dat schreef je ook in je inleiding. Ik vond trouwens een voortreffelijke inleiding, maar ik ben het op twee punten niet met je eens. Dat is helemaal goed. Ga je gang. Kijk, je schrijft heel negatief over de CITO-toets. En ook, ik ben helemaal geen voorstander van selecteren op 12-jarige leeftijd. Maar de kansenongelijkheid in het onderwijs wordt niet zozeer door de CITO-toets... Het oordeel van de leerkracht. Maar door het oordeel van de leerkracht. We hebben tijdens corona gezien, de CITO-toets ging 2 keer niet door. Dan wordt het oordeel van de leerkracht doorslaggevend. En wat zie je? Onder advisering van kinderen van laag opgeleide ouders. Dus als je het aan de leerkracht overlaat, dat klinkt heel naar. Maar dan krijg je dus onder advisering bij kinderen uit lagere milieus. Of hoe je het dan moet noemen. Lager opgeleide ouders. Dus dat zag je ook in klassen. Helaas, die twee schatten van leerkrachten.
Dat meisje, die Anisha, ik weet niet hoe, weet je nog? Ja, Alicia, dat volgens mij. Maar ik weet niet, kon heel goed leren. Had uit VWO gemoeten. Nee, nu zit je op HAVO. Hup, HAVO-advies. Die leerkracht had moeten zeggen. Jij moet juist dat kontje hebben, jij moet naar het VWO. Nee, die leerkrachten gingen dat. Ja, een meisje wat heel erg gedreven was aan het begin. En op een gegeven moment kwamen er heel veel vervelende dingen met haar, in haar gezin. Waardoor zij afgleed. Precies. En naar beneden, net voordat zij naar de middelbare school ging. Is een heel interessant boek deze week ook verschenen van Louise Elvers, onderwijskundige, waarin ze dit verschijnsel ook analyseert. Met de liefste bedoelingen gebeurt het. Jij hebt het een beetje moeilijk thuis. Je ouders kunnen je niet helpen met huiswerk. Doe maar een treetje lager, anders moet je op je teentjes lopen. Ja. Kinderen van hoogopgeleide ouders, die mogen gerust op hun teentjes lopen. Nee, doe maar een niveautje hoger, want je redt het wel. Dus die kinderen krijgen een extra blok aan hun been, door het advies van de leerkracht. Ja, en dan zit je dus vast. En dan is die CITO eigenlijk een correctie daarop. Ja, maar kijk, dat is allemaal helemaal waar. En dat schrijf ik uiteindelijk ook. Maar wat mij opvalt is dat als je kijkt naar 10-jarige leerlingen, die hebben, wat zal het zijn op jaarbasis, 32 toetsen CITO-gerelateerd. Dat ben ik helemaal met je eens. En wat doet zo'n leerkracht? Die is niets anders aan het doen dan die fucking administratie bijhouden. Maar je kunt het ook weer omkeren. Dan heb je 10 minuten gesprekjes. Ja. En dan denk ik, zit ik nou naar een zakenbankier te kijken met grafieken? Ja, maar dat ben ik helemaal van harte. Dit heeft toch niks met onderwijs te maken? Ik heb het over die CITO-eindtoets. Die kan voor met name kinderen waarin de Maar dat accepteer ik. Een redding betekenen. Absoluut, maar ik vind dat we voor die 12-jarige leeftijdsselectie af moeten. Dat ben ik dus ook helemaal met je eens. We moeten af van die selectie. En we moeten de kansen. Absoluut. Hou ze bij elkaar. Je hoeft ze niet allemaal per se in één klas te laten, want dat kan ook. Ze hoeven niet hetzelfde te doen. Ze hoeft niet hetzelfde te doen. Nee. Maar het kan ook heel goed zijn dat een kind dat nu tegen heug en meug hier aan de overkant op het Barleyen zit, dat die misschien wel timmerman wil worden. Ik neem mezelf. Ik heb inderdaad, net als Joost, ben ik op naar de universiteit gegaan. En ik was een insecure overachiever. Ik las werkelijk alles wat los en vast zat. Ja. Nou, eens confronteer dat hart met wie ik was op mijn 16-jarige leeftijd. Je had me geen kans op de universiteit gegeven. Nee. Alleen maar achter de wijf aan en lekker suipen en weet ik veel wat. En de kinderen die dat nu doen. En weet je, als je eenmaal op een schooltype terechtkomt, kun je nooit meer zeggen of het klopt. Nee, dat heb ik. Want het is self-fulfilling prophecy. Ja. En je krijgt ook leerstof op dat niveau aangeboden. Je gaat het ook verinnerlijken. Ik ben een VMBO'er. Ik ben een typisch VMBO-kind. En waarom is dat nu? Waarom staat dat nu zo vast? Wat is het beleid? Welk ander beleid zou er nu moeten zijn? We hebben zoveel vakjes te vullen. We hebben zoveel VWO-plaatsen, landelijk staat het gewoon vast. En dat gaan we uitsorteren in de grote sorteermachine. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je de toekomst van kinderen willen voorspellen? Waarom zou je kinderen een plafond willen opleggen? Want we zeggen wel, het is vrije keuze. Mm-hmm. Nee, je mag naar het VWO en dan mag je ook wel naar het VMBO. Maar iemand met een VMBO-advies mag niet naar het VWO. Hè? Dus, en niet iedereen, en dan komen we weer op de wreedheid van de meritocratie. Niet iedereen heeft dezelfde hersens. Niet iedereen heeft thuis evenveel hulp. Maar school moet compensatie daarvoor bieden, niet de boel versterken. En dat is wat er nu gebeurt. Maar wat je kan verwachten... Eventjes, want ik dacht, ik ga nog even naar een vraag uit de zaal voordat we dit rondje. Dan mag je wel zeggen wat je wil. Je mag zeggen wat je wil. Het had hiermee te maken. Kijk, we staan dus nu, dat begrijp ik van Aleid, 18e op die lijst van PISA-scores. Duitsland heeft ook een periode gehad waarin ze echt met schrikbarende scores. En dan gaat er een schokgolf door de onderwijselite. En die gaan dan nadenken over wat ze anders moeten doen. Nou, dat gaat in Nederland, als dit zo doorgaat, ook op een gegeven moment gebeuren. En dat zijn dan de momenten om het inderdaad op een andere manier in te richten. Ja. En we weten hoe het moet. We hebben dat prachtige voorbeeld van Finland. Finland, Estland. Canada nummer 3. Het grappige is dat alle de best presterende onderwijslanden hebben allemaal late selectie. Late selectie en geen toetsing. En wat is nog meer? Maar daar hebben ze weer uitstekende leerkrachten. Uitstekende leerkrachten? Leerling-volgsysteem. Maar dat is het. Nee, maar dat is het toch? Ja, maar heb je wetenschappelijk geschoolde leerkrachten. Je hebt zo'n leerling-volgsysteem nodig, omdat bij zwakke leerkrachten. Zeker, absoluut. Ja. Nee, ik kijk naar de zaal. Is er een vraag uit de zaal? Ja. Ik kom naar je toe. Ja,
is de meritocratie in Nederlands context, maar in het bijzonder in Amsterdam, waar de ongelijkheden zijn heel erg zeer evident, dat het een dualistisch proces is. Dus de bovenlaag van de samenleving krijgt alle tijd en ruimte om zich te ontplooien en keuzes maken. En dan ook maatschappelijk wordt ze ook geloofd om die keuzes te maken. En dan anderzijds, dus met name de staat, door middel van de gemeente Amsterdam en de ambtenaren, ontneemt die kansen en onthoudt mensen ook wel kansen. Dus met precaire banen, dat mensen geen zeggenschap hebben over hun tijd, hun inkomen, waardoor ze continu moeten ten dienste staan van de bovenlaag. Kijk gewoon naar Deliveroo-bezorgers. Ja. Dat is zo voor de slaaf. Nou, ik vind dat wel een aardige. Ik had in een eerdere bijdrage dat ik zei van ja, er zijn eigenlijk. De meritocratie is een ingewikkeld begrip. Omdat je aan de ene kant, en dat zie je in het boek van Michael Young, wordt de tyrannieke kant ervan geschetst. Maar die tyrannieke kant die manifesteert zich alleen maar op het moment dat die meritocratie ook daadwerkelijk gerealiseerd is. En tegelijkertijd zien we dat de meritocratie niet gerealiseerd is en dat het ook voor een deel een mythe is. De mythe zit aan de bovenkant. Ja. De mensen die op die elite-posities terechtgekomen zijn, die leven in de illusie dat ze dat aan zichzelf te danken hebben. Ja. En de tyrannieke zijde, die zie je inderdaad aan de onderkant. Ja. Dus ik vind dat mooi. Ja. Een klasseanalyse losgelaten op mythe versus tyrannie van de meritocratie. Ja. Dank je wel. Ja. En laatste woord, ja, Alain. Onze minister-president die zingt ook altijd de lof van de meritocratie. Je moet je invechten, je moet je best doen. Ja. Alles kan in dit land, iedereen kan er komen. Gaaf land. Ja, gaaf land. En dat is dus niet zo. Nee. En het is raar dat hij daar nooit op tegengesproken wordt eigenlijk. Dat is heel wonderlijk. Ja, maar dat komt voor een deel omdat de mensen die hem daarop tegen zouden moeten spreken, die behoren allemaal tot die maatschappelijke bovenlaag. Die, zelf ook, die hebben zelf ook het idee, de illusie dat ze dat aan zichzelf te danken hebben. Ja, dat is ook zo. Ik heb hard gewerkt. Oké, ja. Heel erg bedankt, Alain Truijens. Een applaus. En dan wil ik Jurjen Hamer naar voren vragen. Hij is jurist, hij is filosoof en onderzoeker bij het Rathenau Instituut. En hij schreef het boek Waarom... Ik zeg het soms een beetje omgekeerd, dus daarom wil ik het wel even bijpakken. Waarom helden winnen? Waarom schurken verliezers zijn en helden winnaars? Daaruit ga je eerst een stukje naar voordragen en dan kom je bij ons aan tafel. Ja, waarom schurken pech hebben en helden geluk? Ja, ik denk, weet je, als je dan morgen naar de boekhandel gaat, dan weet je wat het is. Ik had er hier eentje verstopt om uit voor te lezen. Als je nou thuis op de wc er eentje ziet liggen, dan weet je dat ik bij je heb ingebroken. Mijn nieuwste tactiek om het een beetje aan de man te brengen. Ik ga een stukje voorlezen en het heet Het einde van de meritocratie. Ik dacht, dit is het laatste panel. Vind ik wel toepasselijk. Goed, het gaat over de relatie tussen de meritocratie en de vrije wil. Het idee van de meritocratie staat diametraal tegenover het betwijfelen van de vrije wil. Als je de vrije wil betwijfelt, vormen onze vrije keuzes namelijk niet langer de spil van onze samenleving. Integendeel, we erkennen dat geluk en pech niet uit te roeien zijn. Neem het ultieme voorbeeld van onze oneerlijke wereld, het betaald voetbal. In Duitsland en Italië is jaar in jaar uit één club veruit de beste. En in Spanje worden bijna alle prijzen over twee clubs verdeeld. Bovendien spelen in de Champions League, het hoogste toernooi voor Europees clubvoetbal, steeds dezelfde clubs om de prijzen. Waarom? Omdat deze clubs in het verleden zo succesvol waren dat ze een onoverbrugbare voorsprong hebben genomen op de concurrentie. Een kleine Spaanse club als Villarreal kan Real Madrid zelden bijbenen. Geen wonder dat Real Madrid maar blijft winnen. Waar je ook kijkt in de samenleving, succes reproduceert zichzelf. Omdat een rijke zakenvrouw haar aanzienlijke vermogen lucratief kan investeren, verdient zij makkelijker geld dan een arme sloeber. Evenzo kan een populaire presentator makkelijker een nieuw idee bij de omroep pitchen dan een groentje, omdat hij al een bewezen succes is. We zouden volgens de meritocratische gedachte dus eigenlijk steeds moeten ingrijpen om de uitgangsposities weer gelijk te zetten. In de Amerikaanse sportwereld gebeurt dat door aan het begin van het sportseizoen de mindere clubs als eerste nieuwe spelers te laten selecteren. En in de rest van de maatschappij zou je de belasting op erfenissen, winst en vermogen kunnen zien als manieren om de uitgangsposities eerlijker te maken. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Want je hebt ook geluk of pech met je genen, met je vrienden of simpelweg met toevallige alledaagse gebeurtenissen.
Sommige mensen worden beroofd en durven daardoor niet meer alleen de straat op. Sommige mensen ontmoeten een mecenas die hun carrière vooruit helpt. En soms wordt je genialiteit pas na je dood ontdekt. In een werkelijk meritocratische samenleving bestaat dit onrecht niet. Er kan al de pech en al het geluk als onkruid worden gewied. Maar geen planten zijn hardnekkiger. Het idee van de meritocratie berust op een verzinsel, op een mythe. Het berust op het idee dat er ooit een vrije keuze zal zijn die niet een kwestie is van pech of geluk. Maar al onze keuzes zijn gelukkig of ongelukkig. Het ideaal van gelijke uitgangsposities lijkt eerlijk, maar is het niet. Als je een lekkere prestatie levert, heb je namelijk nog steeds geluk. Stel je voor dat Bas en zijn kloon, Bas 2, een pot tennissen. Ze slaan met hetzelfde soort racket, dragen dezelfde kleding, hebben allebei nog nooit tennis gespeeld en ondergaan dezelfde weersomstandigheden. Hun uitgangsposities zijn dus exact gelijk. Ze gaan spelen en hoewel ze er allebei weinig van bakken, kan Bas 2 zijn concentratie beter vasthouden. Bas 2 weet zelf ook niet hoe dat komt. Zijn hersenen gaan gewoon rechts als die van Bas naar links gaan. Tijdens de cruciale tiebreaks, de sets eindigen steeds met 6-6, weet Bas 2 de winst naar zich toe te trekken. Verdient Bas 2 het nu om te winnen? Natuurlijk niet. Hij heeft mazzel gehad, omdat zijn hersenen het even beter deden dan die van Bas. Zijn winst werd veroorzaakt door fortuinlijke omstandigheden, zoals alle winsten ten alle tijden worden veroorzaakt door fortuinlijke omstandigheden. Niets ontkomt aan de wervelstorm van mazzel en pech. Begrijp me niet verkeerd. Het streven naar gelijke kansen is eerlijker dan het in stand houden van ongelijke kansen. Maar echt eerlijk is het nog steeds niet. Dankjewel. Waarom is die mythe zo hardnekkig? Omdat het heel verleidelijk is om in de mythe te geloven. Omdat het een sleutel is tot macht. Er zijn ook nog andere redenen. Zoals bijvoorbeeld hoe wij mensen onszelf ervaren als we keuzes maken. Als ik een keuze maak, dan heb ik niet het idee dat ik sta te wachten totdat ik de instructies krijg van mijn hersencellen of iets in die geest. Dan heb ik het idee dat ik op dat moment aan zet ben. Dat het echt aan mij is of ik links of rechts ga. Dus dat doet ons er ook in geloven. Maar ik denk het meest bepalende is, als jij een succesvol leven hebt geleid en je bezit heel wat, wat is dan een aantrekkelijker narratief? Het narratief van op bepalende momenten heb ik de juiste keuzes gemaakt en daarom bezit ik dit allemaal. En dus hoef ik niet al te veel belasting te betalen. Dus hoef ik het niet allemaal weg te geven. Dus hoef ik geen radicale gedachten te hebben over dat onze samenleving zo oneerlijk is. Of dat je in alle nederigheid zegt, ik ben gewoon van A tot Z een mazzelaar. Ja. En ik denk dat veel mensen dan toch geneigd zijn, en zeker als het politieker wordt, om dat narratief van de vrije wil aan te zwengelen. Ja, en is het een probleem? Ja, dat is heel erg een probleem, omdat het in fundamentele zin niet rechtvaardig is. Dus het hele punt van mijn boek is dat er allerlei verschillen in de samenleving wel, die kunnen wel een functie hebben, die kunnen een soort van instrumenteel nut hebben. Dus ik vind het heel goed om een goede prestatie te erkennen en ook te erkennen als een prestatie niet goed is. Maar ik denk niet dat er een intrinsieke rechtvaardiging is dat de een in een villa woont en de ander in een heel krap flatje. Is dat in zichzelf, kan dat nou goed zijn, los van wat voor effect het heeft op de samenleving? Gewoon in zichzelf is het goed. En dat is mijn antwoord, nee, dat is in zichzelf niet goed. Dat is in zichzelf moreel onwenselijk. En is het goed om te streven naar een meritocratie? Nee. Kijk, die meritocratie, je moet hem opbreken in twee stukken. Dus het eerste stuk is simpelweg dat je zegt van hebben we oog voor een goede prestatie en willen we daar graag meer van hebben. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over dat je dienstbaar bent naar anderen en dat je een fijne partner bent in relatie enzovoorts. En in die zin, dat soort merit, dat is goed om dat natuurlijk aan te moedigen bij elkaar en om dat te erkennen. Dus in die zin is meritocratie prima. Maar die andere lijn van meritocratie, dat is heel erg die lijn van die inspanning. Inspanning plus IQ is merit. Dus het moderne narratief van meritocratie zit heel erg op die inspanning. Van als jij de inspanning levert, dan is alles mogelijk voor jou in je leven. En dan is het resultaat dus ook rechtvaardig. Dan is het een goed resultaat. Mm-hmm. Los van of de hele samenleving naar de tering gaat, als het uiteindelijk terug te leiden is tot keuzes, is het toch goed. Ja. En dat vind ik kwalijk. Ja, het lijkt me mooi om nog eventjes, want je als voorbeeld zei je, ik vroeg je om een voorbeeld van hoe we dat meritocratische ideaal zien in de maatschappij. En toen waren de boekkoffers eigenlijk die ik even klaar heb gezet van de bestsellerlijst, de bestsellerlijst eigenlijk. Ja, ja.
Ja, daar probeer ik dus tussen te komen. Dat even. Ja. Ja, ja. Als je ja. De wc. En dan zie je, ja, hoe zie je, ja, dat is een beetje een inkoppen, maar hoe zie je dan dat ideaal terug? Nou ja, dus kijk, ik heb deze boeken, ik heb hier geen in-depth literatuurstudie van gedaan, van specifiek deze drie boeken. maar wat je ziet is dat ze eigenlijk allemaal aanhaken op hetzelfde narratief. Namelijk, jij hebt een waanzinnig vermogen, dat is jouw vermogen om te kiezen. En succes kan helemaal teruggevoerd worden op dat hele bijzondere vermogen. Jij kan morgen gewoon je leven omdraaien. En waarom? Ja, omdat je keuzes kan maken. Dus jij kan morgen ervoor kiezen om een dieetcoach in te huren of om van alles. En dan heb je over een aantal maanden heb je het lichaam van Adonis. En daar hebben we behoefte aan, want we zitten soms in een pinarie en het leven is best wel ingewikkeld. En we hebben stress en we moeten het allemaal maar zelf uitzoeken. En dan kunnen we naar de boekhandel gaan en dan kan je zo'n boek kopen. En daar staat een hele bemoedigende boodschap in, waardoor we denken dat we morgen ons leven kunnen omdraaien. Ja. Dus ja, dat is wat die boeken maar doen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen van, nou, geef de mensen houvast. Deze boeken. Ja, nee, ja, dat is op zich mooi. En ik bedoel, het is een illusie. Maar dat is, ja. Het is een illusie. Kijk, ik ben het heel erg eens met het verhaal wat jij houdt. Wat ik wel denk, is dat het interessant is om na te gaan hoe het komt. Het boek dateert van 1954. Dus mm-hmm. Het begrip meritocratie has been around for quite some time. En dat heb ik toevallig gedaan. Google heeft de optie dat je een n-gram view gaat maken van begrippen. Dus als je meritocracy intikt in Google n-gram viewer, dan zie je dat het inderdaad vanaf 1954 wordt het een beetje gebruikt. Maar het is pas vanaf het begin van de jaren 80, dat het naar boven spuit. Ja. En dat behoeft verklaring. En ik denk dat die verklaring voor een deel zit in de wijze waarop jij meritocratie net presenteerde. Het sluit aan bij een neoliberale wereldbeschouwing, waarin eigenlijk het hele leven gezien wordt als een markt waarop competitie plaatsvindt. En het is wat dat betreft ook wel aardig om weer terug te gaan naar dat filmpje wat Joost liet zien. Wat je daar eigenlijk op een hele mooie en inzichtelijke manier gepresenteerd kreeg, is de competitie van het leven. Mm. En sommige mensen eindigen bovenaan of voorop, of hoe je het ook noemen wil. En de ideologie van meritocratie herbevestigt dat neoliberale idee dat jij als vrij zwevende intelligens, als zelfstandig individu, geheel en al verantwoordelijk bent voor jouw lot. Ja. En wat dat betreft is het ook een soort zalvende individualistische religie. Zeker. Die voor de mensen die winnen een heel mooi verhaal, want het is van hen, zij hebben het gedaan. En die tegelijkertijd hen ook in staat stelt om zich om te draaien en terug te kijken naar al die achterblijvers en te zeggen, losers, sukkels! En dat is natuurlijk ook erg lekker. En het, wat dat betreft past dat helemaal in dat individualistische beeld waarin wij de afgelopen 30, 40 jaar leven. En het staat dus haaks op ja, toch andere wereldbeschouwingen die voor een deel natuurlijk wortelen in religieuze tradities, waarin we veel meer accepteren dat er grenzen zijn aan wat wij kunnen doen, grenzen zijn aan wat wij kunnen weten, afhankelijk zijn van de genade van het hogere. En waarin we dus inderdaad accepteren dat sommige mensen pech hebben en die mensen die moeten dan geholpen worden. Ja, dat is in het meritocratisch neoliberale wereldbeeld, ja. Is dat gewoon afwezig. En ik zou dus zeggen dat we vandaag, dus wat je vandaag nu ziet in de discussie, het gaat al een stuk meer over privileges. Dus we zijn een beetje kritiek aan het leveren op dat meritocratische plaatje. Ja. En bij mij gaat het dus lang niet ver genoeg. Dus heel vaak is het nu een soort optelsom. Het is en-en. Dat zie je ook heel goed in dat boek van Joris Luijendijk. Ik weet niet of Joris Luijendijk kijkt, maar die denkt dat ik ben de belangrijkste persoon. Hij is invloedrijk. Ja, maar zo gaat het hier al twee maanden of drie maanden in de balie überhaupt. Kijk, er is geen avond waar Joris Luijendijk niet genoemd wordt. Anders, Joris. Nee, maar dus die zegt heel erg van, ik had privileges, maar er was ook hoera voor Joris. Dat is letterlijk wat hij zegt in het boek, hè? Van het is en-en. En dat kom ik, als ik met mensen praat, kom ik dat heel vaak tegen. Dat is ook Joost verhaal. Dat is ook Joost. Met alle respect, Joost. Ja, nee, waar ik het niet mee eens ben. Hè? Want dus wat we, en waarom ben je het niet mee eens? Nee, kijk, wat we doen is, we zeggen als er een aanwijsbare oorzaak is, dan zijn we nog wel geneigd dat nu toe te geven. Zeggen van ja, oké. Okay. Dus er staat een verhaal in mijn boek, een heel uitzonderlijk verhaal over een man die een hersentumor kreeg en vervolgens is hij pedofiel gedrag gaan vertonen. En die oorzakelijke relatie kon zo vastgesteld worden, omdat toen ze de hersentumor weghaalden, die prikkels verdwenen, die hersentumor groeide.
groeide weer aan. Die prikkels kwamen weer terug. En maar dat is extreem uitzonderlijk. Daarom is dat ook een beroemd verhaal onder de neurowetenschappers. Wat wij doen is, als er een enorme oorzaak is, zeggen van, nou, oké, ja, inderdaad, dat is inderdaad wel pech of dat is inderdaad wel geluk. Maar alles wat we niet helemaal begrijpen, daarvan zeggen van, ja, er zal vast wel ergens een keuze in schuilen waardoor dit zo is gegaan. Ja, er zijn uitzonderingen, dus dat moet met die keuzes te maken hebben. Daar is vrije wil. Dus we plakken vrije wil op alles wat we niet begrijpen. En wat ik eigenlijk doe, is andersom. Dus ik ga ervan uit dat we leven in een wereld van oorzaak en gevolg. Dus alles wat gebeurt heeft een bepaalde voorgeschiedenis en die bepaalde datgene. Er kan soms een moment van kans zijn, een moment van kwantummechanische pech, I don't know. Maar er is altijd een causale voorgeschiedenis. We kennen hem alleen heel vaak niet. En dus als ik iemand tegenkom die geen succes van heeft gemaakt in zijn leven, soms is onze neiging echt te denken van, nou, verform fire de kleren en is te laat op de meeting. En oh ja, nou ja, goed. Die foute keuzes geven ook aan waarom het mis is gegaan. En dan plak ik de vrije wil op deze persoon, dan hoef ik daar geen solidaire gevoelens meer bij te hebben. Ga ik met deze persoon praten, heb ik interesse in de oorzaken, dan stuit je op ongelofelijke verhalen. En dan ineens ga je denken, oh ja, nee, deze persoon heeft een heel pad afgelegd tot dit moment. Die heeft een heel slechte relatie met zijn ouders gehad. Die heeft, nou ja, wat je ook maar kan verzinnen. En dan word je eigenlijk veel meer solidair. En dus waar ik heel erg voor pleit, is dat we er gewoon vanuit gaan dat het altijd, dat er altijd een oorzaak is, dat er altijd een voorgeschiedenis is, en dat we daar nieuwsgierig naar zijn. Ja. In plaats van dat we dat afkappen. Ik wil even een zin uit je boek. We verdienen die rijkdom precies evenveel als ieder ander. En daarom moet in de economie precies zoveel herverdeeld worden als de economie aan kan. Waar dat optimum precies ligt, is moeilijk te zeggen. Het is geen filosofische vraag, maar een economische vraag. Waar ligt dat? Wat moeten we met deze informatie? Ik dacht van, aangezien we een econoom wel aan tafel hebben. Nee, ik ben geen econoom. Ik ben net als een aantal andere mensen hier opgeleid als filosoof en ook gepromoveerd als filosoof. Alleen heb ik me altijd enorm geïnteresseerd voor de economie als empirisch object. En ik heb altijd een enorme aversie gehad van de economie als modelmatige modellering van dat object. Maar een van de dingen die we hier in ieder geval uit kunnen peuren, en ik denk dat dat al een hele belangrijke stap is, is dat je ons een prachtig handvat voor allerlei vormen van ideologiekritiek aanreikt. Mm. Ik bedoel, als je kijkt naar discussies over bijvoorbeeld vermogensbelasting, dan wordt dat gezien als unfair, onrechtvaardig, want ik heb IQ en ik heb hard gewerkt, dus ik heb mijn vermogen verdiend. Dat vermogen is opgebracht uit mijn inkomen. Ik heb al een keer belasting betaald over mijn inkomen, dus dat wordt twee keer enzovoort. Dat hele verhaal kan je uit. En dat is natuurlijk toch een soort neoliberaal Friedmanite verhaal. Nou, op het moment dat je onderkent dat veel van je marktsucces eigenlijk niet gerelateerd kan worden aan jouw eigen handelen, maar in hele belangrijke mate afkomstig is van allerlei omgevingsvariabelen waar je geen controle over hebt en waar je niks aan gedaan hebt, ja, dan ontstaat daar in ieder geval de mogelijkheid om dingen te gaan herverdelen. En dan ontstaat vervolgens de macro-economische, micro-economische vraag, hoe gaan we dat doen en in welke mate? Ja. En daar ga ik geen antwoord op geven. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat de grondlegger van de Chicago School of Economics, waar dus later Friedman in opbloeide, was Frank Knight. Frank Knight was een Amerikaan die gestudeerd had bij Max Weber, die goed Duits kon en die ook voor een deel de werken van Max Weber vertaald heeft in het Engels. Die heeft een fantastisch stuk geschreven, dat heet The Ethics of Competition, in 1923 gepubliceerd, waarin hij eigenlijk precies zegt wat jij zegt. Mm. Hij zegt van, nou, marktsucces, vergeet het dat je het te danken hebt aan je eigen verdiensten, want allerlei omgevingsvariabelen, de vraag waar jij geen zeggenschap over hebt, het vermogen om het aan te bieden, je eigen cognitieve vaardigheden, je toegang tot kapitaal, je vermogen om iets te maken wat andere mensen willen kopen, al die dingen heb jij niet aan jezelf te danken. En dat opent dus inderdaad de mogelijkheid van, oké, we kunnen geen moreel verhaal houden waarom jij uiteindelijk de eigenaar van dat vermogen en dat inkomen. Maar een klein stukje van het antwoord van wat moeten we met al die informatie? Nou ja, kijk, waar ik voor pleit is dat dus die, bedoel, en dat zijn natuurlijk niet, dat zijn ideeën die mensen die niet onbekend zullen zijn. Maar het betekent
betekent in ieder geval dat je eigenlijk die meritocratische ruimte die er is, hè, dat je die moet ingebufferd, ingekaderd worden. Dus die meritocratische ruimte moet gewoon smaller worden. Of dat gaat over het salarisverschil tussen soort van de directeur en de vakkenvuller bij Albert Heijn. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat over wat we doen met de kosten van de tandarts. Hè, wat we doen met eigen risico en de zorg. Dus er zijn heel erg veel van dat soort van elementen. Bijvoorbeeld, je hebt een genetische aandoening en je wil graag een verzekering afsluiten voor arbeidsongeschiktheid. Dan ben je gewoon de lul, om het zo maar even te zeggen, hè, in ons land. Dus er zijn enorm veel gaten geschoten in die voorzieningen. Mm-hmm. Hè, die ervoor zorgen, die ervoor bedoeld zijn, dat werkelijk ieder mens een menswaardig leven kan leiden. Dus die gaten dichten, dat lijkt me stap 1. Maar er zijn ook andere hele spannende ideeën. Zoals bijvoorbeeld het idee van Ingrid Robijns. Die heeft over fair limits. Die zegt gewoon, aan de bovenkant kun je ook gewoon grenzen stellen. Ja. Weet je, het is dus als er geen intrinsieke rechtvaardiging is. Dat je op een gegeven moment mag je niet meer verdienen. Nee, op een gegeven moment dan groeit het vermogen dat je hebt, groeit gewoon niet meer. Dan wordt dat gewoon in de overheid, in de kas van de overheid. Dus je hebt allerlei verschillende manieren waarop je dat zou kunnen belasten. Maar er is gewoon een grens aan hoe rijk je kan zijn. Wat ik heel belangrijk vind, en dat is een van de dingen die deze avond ook wel aan bod gekomen is, is dat we accepteren dat, wat er gebeurt, is dat we heel makkelijk op de een of andere manier met open ogen vallen in de val van de kwantificering. We hebben merit en dan het is-teken en dan IQ en effort. IQ kunnen we meten, merit kunnen we meten, want dat is marktsucces. En wat heel belangrijk is, is dat we een veel ruimer begrip van wat meritorious is gaan hanteren. Waarbij we dus inderdaad ook bijvoorbeeld mensen die over uitmuntende ambachtelijkheid beschikken. Of die enorm goed zijn in het etaleren van naastenliefde. Of die heel goed zijn in het opbrengen van empathische gevoelens voor anderen. Mensen die enorm cultureel kunnen excelleren. En dat we op de een of andere manier maatschappelijk erin slagen om die verschillende soorten merit onafhankelijk naast elkaar te laten bestaan. En ervoor te zorgen dat de winnaars in één van die domeinen niet ook controle en zeggenschap gaan krijgen over die andere domeinen. En met name natuurlijk het domein van het geld. Dat is heel makkelijk te vertalen in allerlei machtsposities in andere domeinen. Dus de rijken, die zijn tegelijkertijd ook de mecenassen in de culturele domeinen. En tegenwoordig etaleren ze zich ook op epidemiologisch vlak en gaan ze allerlei andere dingen doen. En dat is Michael Walzer. Dit zijn blocked exchanges, waarbij je dus gewoon, wat is het, blokkades opwerpt tussen het ene meritgoed en het andere meritgoed. Ja. Hebben jullie nog, want jij... En we moeten minder cognitief georiënteerd zijn. Dat lijkt me ongelooflijk goed in het onderwijs. En ik moet inderdaad zo weg. Ja, je moet zo meteen weg. Dus ik wilde graag nog een laatste vraag uit de zaal. Dus één vraag uit de zaal. En jij nog volgens mij reageren. Ik ben het hier dus geheel eens. En wat je ziet is dat vanwege die bestaansonzekerheid en de angst daarvoor, zijn er gewoon hele carrièrepaden die mensen die dat misschien eigenlijk wel zouden willen, die misschien eigenlijk wel denken, daar zou ik heel goed in zijn, die doen dat niet. Daar komt ook bijvoorbeeld het hele idee dat als je niet weet wat je moet gaan studeren, ga dan maar rechten studeren. Ja, precies. Ja. Weet je wel, van waarom is dat? Ja, omdat de meritocratische paden zo zijn ingericht dat je vooruit helpt. Dat is handig. En dat is diep treurig. Uitgesleten paden zijn het. Ja, en er stond laatste artikel, ik weet niet in welke krant, maar dat ging erover, of een opinieartikel, het ging erover dat rechtenstudenten geen moreel besef hebben. En dat eigenlijk best wel vervelend is als we ook nog een rechtsstaat willen hebben. Oké. Okay. Nou, dan wil ik gewoon eindigen. Oké, okay, ja, mooie afsluiten. Okay, iedereen is toe. Iedereen wil. De mensen willen geen vraag meer stellen. De mensen willen geloof ik geen vraag stellen. Als zo'n hard applaus is, dan denk ik, dan wil iedereen graag een drankje drinken aan de bar. Dus dat is ook goed. Dan ga ik nog wel een keertje hier het boektitel goed zeggen. Waarom schurken pech hebben en helden geluk? Het is ook de winnaar van de Socrates beker dit jaar. Deze ook een tip. Dan wil ik eigenlijk iedereen heel erg bedanken. Ik wil jullie bedanken. En ik wil graag Ewald Engelen bedanken, die de hele avond naast mij heeft gezeten. Jurjen Hamer, Alai Truijens en Joost de Vries. En ik heb dit dus deze avond samen georganiseerd met de Groene Amsterdammer en uitgeverij Atheneum. Naar aanleiding dus van de Nederlandse vertaling die zij hebben uitgebracht van de opkomst van de meritocratie. Dus als je nog niet genoeg informatie hebt, dan lees het boek. Een fijne avond.